Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Ik zal vandaag starten met FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video. Welkom, beste kijkers. De weergoden zijn ons alvast gunstig gezind. Nu de voetbalgoden nog. Samen met collega-commentator Jeroen Guter zal ik vandaag voor tekst en uitleg zorgen bij deze wedstrijd. En we verheugen ons op een wedstrijd in de Eredivisie. Dit zou toch echt iets moois moeten kunnen opleveren. Ik hoop voor de kijkers thuis dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen, zie je het? Maar ja, dat ligt natuurlijk in de handen van de spelers. Alleen de doelman nog voor zich. Ik denk dat hij hem al telde, maar de vlag ging omhoog. Buitenspel gegeven. Ja, buitenspel, maar het scheelde wel heel weinig hoor. En het was ook nog eens een keer een ideale positie om te scoren. Ze krijgen het balbezit weer. Ja, daar zit hij goed tussen. Mimoun Mahi. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Redding van de keeper. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Werkt de bal goed weg. Wordt in de 16 gegeven? Nee, deze counter loopt op niets uit. Veel ruimte krijgt hij niet. Adam Maher. Gerardo Kerk. Zo zegt, dat was een heel aardige kans, maar hij maakt hem niet. Ja, de doelman kon hem uiteindelijk makkelijk pakken. En dan nog wel van heel dichtbij. Heel vroeg in de wedstrijd had hij daar bijna de score geopend. Maar dat wordt voorkomen door die prachtige redding van de doelman. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Lennart T. Hij schiet die bal zo naar de tegenstander. Met visie gespeeld hoor. En hij komt er van dichtbij over. Goh, dat scheelde niet zeg. Ja, had ze misschien ook wel ingebogen. Aan de voorzet lag het niet. Maar wel een afwerking, hij gaat over. Die voorzet wordt afgewerkt, maar de bal gaat over het doel. Bal gaat rond. Wachten op dat gaatje. Knap binnengehouden die bal. En dit ziet er behoorlijk dreigend uit. Ze gaan een hoekschop nemen. Bal naar het midden. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. Bal wordt in de vrije ruimte gedropt. Op tijd voor die bal. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De score is geopend. Het is 1-0. En nummer 22. Dat zag hij goed. Sander van der Streek. Daar voorkomt hij narigheid.
Hij geeft hem diep. Op tijd vertrokken. En er gaat er weer één in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. Nou, nu ben ik wel benieuwd naar de herhaling, hoor. Hier is hij, ja. Perfect gegeven. Schitterende steekpaas. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Treffer voor FC Utrecht. En nummer 11, Milan Mahi. En we wisselen weer van balbezit. U heeft het thuis ook kunnen zien. Het balbezit is vooral voor FC Utrecht vandaag. Ze controleren het middenveld en zetten hoog druk op de bal. Dit kan nog een flinke uitslag worden. Is alweer Reva aan de bal. Nee, het gaat niet door. De tegenstander heeft de bal onderschept. Er ligt ruimte voor de counter. En eroverheen in de loop. En dan eindigt deze gevaarlijke steekbal toch in een buitenspelsituatie. Ja. Echt zonde hoor, van die opening. Ja, volgende keer gewoon sneller inspelen. Dan is er niets aan de hand. Door die actie is hij de bal kwijt. En hij zit ertussen. Lekkere steekpaas. En hij is er door. Toch de schietkans. De speler blokkeert het schot. Een inworp voor de tegenstander, want die paas kwam net niet aan. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Zet verder door. Nee, zo niet. Die aanval krijgt geen vervolg. Bal ingeleverd bij de tegenstander. Ruimte voor de counter. Lennarty. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor, die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Nee, die bal moet je beter wegwerken. De scheidsrechter had de fluit. Hierbij gaan we de rust in met een stand van 2-0. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video. We gaan gauw door naar de tweede helft. Het veld verlatend. Nummer 7. Sven Nijlands. In plaats daarvan komt nummer 13. Het scoreverloop in de eerste helft was gunstig voor FC Utrecht. Hoe zal deel 2 verlopen? Erlangs en erover. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Oei, jammer van die aanval. Ze raakt de bal alsnog kwijt aan de tegenstander. Kijk, dat is goed onderschept. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Hij wachtte even met het geven van die vrije trap. Om te kijken of de speler door kon gaan. Ja, zo'n bal is natuurlijk makkelijk te onderscheppen.
met visie gespeeld, hoor. Ja, het is dan toch bewezen buitenspel. Maar net, hoor, met deze steekpaas. Ja, maar het scheelde ongelooflijk weinig. En dat is jammer, want die paas was mooi. En het zou zeker gevaar hebben opgeleverd. In de loop gegeven. Joris van Overeem. Komt steeds meer naar voren. Een volley. Schitterende treffer. Ach, kijk eens. Er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Ja, dit zijn van die voorzetten waar je als speler van droomt, hè. Je hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. En nog voordat de bal op de grond ploft, heeft hij al uitgehaald. Verwoestend, mag ik wel zeggen. Ja, dit is een staaltje van techniek dat zijn weerga niet kent. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Milan Mahi. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij verslaat zijn tegenstander. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. De verdediger, totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En dan die bal, ja. Die had de keeper best mogen hebben. In de korte hoek, maar ja, hij zit. Trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Paas wordt eruit gehaald. Willem Jansen. Adem Maher. Sander van der Streek. Balbezit naar de tegenstander. De lichten branden nog. Beter om ze te doven. Anders gaan ze vanzelf uit. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. FC Utrecht zoekt en vindt de ruimte langs de rand van het veld. Doelkans! Heel mooi, een gevaar eruit gehaald met die verdedigende actie. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Een leepsteekpaasje hier. Daar is dan toch het gevaar. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Dat had een doelpunt kunnen worden. Maar het wordt een doeltrap. En dat die bal er niet in ging, joh. Wat een heerlijke actie van die keeper. De coach lijkt te gaan wisselen. Er zijn nog 15 minuten te gaan. In de reguliere speeltijd. Tegenstander neemt over. Gaat dit wat worden? Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Een uitgekiende steekpaas. Pakt die bal goed op. Wat is hij van plan? Ja! Koekoek! De techniek druipt er vanaf. Een volley met een timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos.
2 tegen 1. Geen enkele hulp van zijn ploeggenoot. En ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. 5 tegen 0 alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Sander van der Streek. Mimoun Mai. En nu snel schakelen voor de counter. Nou zeg, dat was toch een buitenkansje, of niet? Absoluut. Een beetje voetballer doet een moord voor zo'n kans. En let goed op en onderschept die paas. Hier wordt om de bal gestreden. Adem Maher. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Ze zaten er bovenop en komen weer aan de bal. Sander van der Streek. Adem Maher. Kant van heel dichtbij. Dit is gewoon een goede redding. Dit is ja, een uitstekende redding. Ja, maar dat mag ook wel, hè. Want tot nu toe was het nog niet veel soeps met deze doelverdediger. Sparta wil nu wisselen. Er komt een wisselspeler in het veld. Nummer 2, Dirk Abels. Die maakt plaats voor nummer 17, Laurent Jans. De bal komt voor het doel. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Ja, op het doel. De doelman verdedigt zijn doel. Nou, daar is hij voor, hè. Komt de hoekschop in het midden. Daar komt de tegenstander tussen. Daar heb je een fluitsignaal. Er wordt vandaag thuis gewonnen. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video. En voor nu zeg ik je bedankt voor het kijken. En tot de volgende gameplay.